Dames en heren, hartelijk welkom bij de 81ste uitzending van Licht op Leiden. Het is vandaag 23 januari en op 23 januari 1896 werd de eerste röntgenfoto gemaakt. Vandaag maken wij een beetje een soort röntgenfoto van mijn gast, Alexander Giertzema. Uh, hartelijk welkom Alexander, uh, wij kennen elkaar zo goed dat wij uh, je en jij zeggen. Helemaal uh, waar, En dat zou ik ook niet anders willen, eerlijk gezegd. Ik zou ontzettend moeten wennen aan uh, u met jou. Precies. Uh, u kunt ons zien, uh, dames en heren, op kanaal uh, 46 van Ziggo elke zondagmiddag om twee uur. KPN 1421 en natuurlijk online en ook bij YouTube kunt u alle uitzendingen van Licht op Leiden terugvinden. Ik zei het al, uh, Alexander, hartelijk welkom. Geertsema is uh, in dit land een hele bekende naam, in ieder geval bij mijn generatie. En in Leiden is die naam ook heel beroemd, omdat die aan jou vastzit. Jij bent natuurlijk eigenlijk een heel bekende Leidenaar door alle dingen die je in Leiden gedaan hebt. En dat was voor mij ook wel reden om je nog een keer te vragen. Want je bent de eerste die twee keer in Licht op Leiden verschijnt. Eén keer helemaal in het begin, toen we ook nog vooral radio deden. Uh, maar je bent hartelijk welkom voor de tweede keer. En Dank. ik ga je dus vragen, zoals de rituelen van dit programma zijn om iets over jezelf te vertellen vanuit de, de oudheid. Ja. Uh, dank, Rens. Ik wil wel toevoegen dat uh, mijn vader ook best een belangrijke leidenaar geweest zeker, is. Zeker, zeker. Uh, heel lang ook in de gemeenteraad van Leiden gezeten... maar waar ik altijd uh, uh, even de aandacht op vestig... voorzitter, voorzitter van de Roemruchte de, <laughs> de 3 Oktobervereniging. Zeker, zeker. zeker. Ja. Ja, ja. En dat was in de tijd dat... Uh, de precies collegie van Minerva... nog voorzitter mocht zijn van de 3 oktober-vereniging. Maar niet om die reden, toch? Nee, ik denk gewoon omdat... Er ja. op dat moment... Uh, Ze wilden hij... hem graag voorzitter ja, hebben. Ja. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk dan ook een bijzondere dubbelheid. Want die is daarna volgens mij nooit nee, meer voren gekomen. Nee. Nee. En ik ben... opgegroeid met het 3 oktober-fenomeen... terwijl ik absoluut niet wist... hoe dat in elkaar zat. En het bizar vond, wat mijn ouders dan zeiden... dat uh, op 3 oktober... Er gratis haring, witte brood en hutspot werd uitgedeeld. Ja, ja. Dat kon je je niet voorstellen. En nou ja, ik denk dat alleen als je in Leiden woont dat je begrijpt dat dat uh, ja, zo is. Ja, daar, daar hoef je het niet uit te leggen. Nee. Vertel eens, uh, hoe is het begonnen met Alexander Geertsma? Waar en uh, wanneer? Ja, dat is altijd een pijnlijk onderwerp, want voor hier in Leiden is het natuurlijk heel belangrijk of je wel Leidenaar bent en echte roots in Leiden hebt. Ik roep dan altijd, uh, nou jeugdige kijkertjes maar niet even. Uh, mijn oudste broer is hier geboren, mijn middelste broer is hier verwekt. Ja. En ik kom uit het hoge noorden, ja. uit de uh, gemeente, toen nog gemeente Warfum. Ja. Die bestaat niet meer, dat is nu uh, Noordoost-Groningen of iets uh, in die buurt. Daar was mijn vader daar, burgemeester? Daar was mijn vader burgemeester en ja. daar ben ik geboren. Maar ja. ik heb daar slechts uh, zeven maanden gebivakkeerd en toen is mijn vader uh, teruggeroepen om. Uh, iets in een ministerie in Den Haag te gaan doen. Ja. En waar, waar gingen jullie toen wonen? Eerst in de Blauwe Kamerlaan in uh, Den Haag. Ja. En daarna, na een aantal jaren in 1961, naar Wassenaar, toen mijn vader daar burgemeester werd. Ja, want dat, dat was ook het geval. Jouw vader heeft een, een lange ambtelijke carrière en uh, bestuurlijke carrière gemaakt. Uh, en wij en, uh, zullen we het daar verder niet over hebben, want het gaat vandaag over jou... Maar die kom je natuurlijk altijd tegen als je met jou ja. praat, komt, jou, komt jouw vader ook. Maar dat, altijd... uh, als dat niet het allereerste is, dan vind ik dat ook nooit zo'n probleem. Nee. Okay. En het is, dat is natuurlijk wel raar. Mijn vader was in die tijd burgemeester van Wassenaar en lid van de Tweede Kamer. Ja. En dat zou je tegenwoordig eigenlijk met de Eerste Kamerleden gebeurt dat nog wel. Ja. Maar dat je uh, het Tweede Kamerlidmaatschap naast uh, een andere Kon baan doet, nee. dat uh, is niet meer van deze tijd. Ik heb een paar foto's en dan kun je aan de hand van die foto's wat vertellen. Wat zien we hier? Mijn moeder met de kleine Alexander op schoot. En dit ja. zal, nou wat zal ik hier zijn? Een jaar of twee misschien. Ja. Maar dit, uh, is jij... wel, dit is wel het prille begin. Prille begin. En Goed. jij vroeg foto's, dus toen ja. ik laat ik eens iets uh, opduiken uit het uh, archief. Ja. De volgende is met je vader. Ja, dit is zo'n iconische foto die bij ons, nou hij heeft er wat onder geleden ook... Um, mijn vader was hier burgemeester van Wassenaar en mocht het roofdierenverblijf van het dierenpark uh, in Wassenaar uh, openen. En mijn vader ziet daar heel ontspannen uit. Ik kijk wat bescheten. En dat had er vooral mee te maken dat er ergens aan een lijn een panter voor ons liep. En dat, was best, en dat was een ja. humeurige panter. Dus dat maakte best indruk. Het is er niet meer, hè, het nee, dierenpark. Nee. nee. Het wordt wel betreurd volgens mij door sommige ja, mensen. Ja. Uh, de volgende foto, daar ben je weer. Maar dan in een rol. Ja, wij, wij hadden thuis een uitgebreide verkleedkist... van allemaal hele mooie pakken die van een oom van mij geweest uh, waren. En dit is een soort mandarijnenpak... wat door de hele familie... Uh, mijn vader is er ook wel eens in gefotografeerd... En uh, nou ja, dit is dan zo'n uh, fijne jeugdfoto. Ja. Af en toe uh, doe ik nog wel eens iets met uh, verkleden Ton, ja. of andere... Ja, ja ik, heb, ik heb er straks nog een foto van in een hele andere rol. Geen Chinese in ieder geval. Dit is die vader weer. Ja, Mooie, mooie statiefoto, moet ik zeggen. Wie heeft hem geschilderd? Dat kon ik niet zo gauw zien. Uh, Stapel, Dick Stapel. Een uh, nou, bekende portrettist. Ja. Uh, een, een afscheidsportret van mijn vader... Uh, ...toen die burgemeester af was in uh, Wassenaar. De volgende foto moet je even iets toelichten... ...want uh, dat is het kasteel Middachten. Daar heb jij gewoond. Ja. Met je ouders natuurlijk. Ja, uh, ja. Waarom woonden jullie daar? Het was uh, het huis van mijn ouders... Uh, ...toen mijn vader commissaris van de Koningin werd in uh, Gelderland. Was dat en... een ambtswoning? Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Uh, er was wel een ambtswoning... Uh, maar die was uh, behoorlijk aan uh, een opknappe beurt toe. En mijn vader had de voorzienige geest dat hij zei: van ik uh, wil geen gezeur over het opknappen van het uh, ja, huis waar ja. de commissaris gaat wonen. Ja. Dus die heeft gezegd: van nou, uh, ik, ik, ga, zoek, ik zoek ik zelf, zoek zelf wel het. iets. Ja, ja. Dat huis is daarna ook gesloopt. Ja. En uh, ik dacht van nou, dit is leuk. Uh, boven de groene deur, die drie ramen, dat was mijn slaapkamer. En ik keek Routen. uit ja. over de binnenplaats. <laughs> die. En dat, dat is natuurlijk best bijzonder. Uh, wij waren de eerste bewoners sinds, uh, ik geloof, uh, toen 40 jaar, uh, die daar is gaan wonen. De, de eigenaar woonde er niet. Nee, maar daar later dan weer wel, denk ik. Want nee, is een... die, die, is, die woont in het bouwhuis, in het huis daarnaast. Oh. En nadat mijn ouders vertrokken zijn. Is het uh, weer eigenlijk leeg komen te staan? Dat is een aamelijke familie toch? Ja, Bentink. Zo ja. Oortenboog Bentink. Ja. Maar dat was toch een gravin, Die was de laatste. Die nog een heleboel vrijwilligers had, die de hele zaak daar overeind hielden en zo. Ja, dat dat, dat. Nou ja, dat Met dat. maken en zo. Oké, dus, dat filmpje ook. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Nee, dat, um, wat daar een beetje speelde is. Mijn ouders vonden dat je daar. Um, omdat er een heleboel restauratiegeld in dat pand was gaan zitten. dat je de steeg waar het ligt. Yeah. de provincie en het rijk. Uh, iets uh, terug moest geven. Dus mijn oh. ouders hebben daar een soort uh, bruiloft- en partijenbusiness uh, gestart. Okay. En dat vonden ze, de, Tuma, of de eigenaren vonden dat maar zo-zo. Yeah. Maar toen mijn ouders vertrokken uh, zijn, wij vertrokken zijn. zij ze daar vrolijk mee doorgegaan. Het ja, ja. was wel. Een kurk waar uh, dit op kan drijven. Het is wel leuk om in te wonen, natuurlijk. Schitterend. Hè? Als je in je ja. jeugd uh, in een kasteel woont, dat is dat toch bijzonder. Ja. Ja. Uh, het, het volgende fotootje moet je zeker toelichten, want jij stuurt mij dat dan in. En uh, dan denk ik, ik zag dat hondje ook op, de, op die tekening van de net. Ja, het is een nieuw hondje. Het is een nieuw hondje, hetzelfde um, type. Ik ben, ik ben, ja, nee, dat er is maar één soort huisgenoot en dat is uh, een tackle. Ja. En uh, de oplettende kijkers zien ook dat ze niet op de grond zit, maar op tafel. Dat hoort natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar ik ben opgegroeid met tackles en dat is aan mij blijven plakken. Dus ik heb mijn hele leven tackles. En het hinderlijke van tackles is dat. Uh, ...ze minder lang meegaan dan een mens. Dus ze gaan wel eens uh, dood. Ze gaan wel eens hemelen. Maar je hebt altijd weer een volgende tackle. Ja, ja. En altijd dit type. Altijd dit type. Want je hebt andere tackles ook. Maar die redden nee, Maar het is altijd plekken en ja. langhaar. Heten ze ook altijd? Deze uh, heet Lily Sophie. Waarom? Omdat uh, zij een Belgische import tackle is. En in <sus> België zijn ze nog uh, bizar. Daar heeft ieder jaar... Jaarletter, dus zij is uit uh, 2012 en dat was de letter L. Oké. Okay. Ja, nou ja, het is, het is een, een, een echt uh, dus. Ja, ja. Dat, Alexander, straalt er, dat straalt er ook wel ja, van Ja, dat altijd. staat. Ja, heel trots, dat ja, moet ik zeggen. Ja. <laughs> Alexander, luister, de, uh, uh, we, hebben, we weten iets over je jeugd en, en, uh, en uh, uh, als het over jouw persoon gaat, dan nog even over je, je persoonlijke situatie nu. Je hebt een gezin, je hebt kinderen. Hoeveel kinderen heb je? We hebben uh, drie geadopteerde kinderen uit Brazilië. Ja. Die inmiddels uh, twee van de drie hebben aanhang. En mijn oudste zoon heeft inmiddels ook een, uh, met zijn vriendin een dochter. Dus ik heb ook een kleindochter inmiddels. Kijk, een kleindochter. kijk aan, kijk aan. En heb jij die drie kinderen tegelijk geadopteerd? Ja, Frederik en ik zijn zo dom geweest om dat in één keer te doen. Wij dachten wij kunnen dat aan. Kon je het aan? Uiteindelijk uh, uh, ja, je leer je het, ja. dat. Maar als je drie kinderen in één keer hebt, dan staan je handen wel af en toe. Uh, Was de verschil in leeftijd? Ja, uh, anderhalf, drie, een half, een half. Ja. En het zijn broertje en zusje. Dus uh, zij zijn erg aan elkaar verknocht ook. Ja, op zich. Ja, ik heb er grote wondering voor, dat weet je, heb ik wel eens gezegd. Uh, dat je dat met elkaar zo gedaan hebt en dan drie tegelijk. Adopteren is sowieso al een ding. En dan nog uh, uh, drie tegelijk. En het ging ook allemaal niet zo heel makkelijk. Uh, nee, maar dat, dat is een uitdaging. Ja, dat, is, ja. uh, nou ja, dat gaat steeds beter, ja. zullen we maar zeggen. En dan ja. denk je van: uh, het is goed om te zien dat met uh, ups en downs iedereen uiteindelijk uh, ja. op zijn pootjes terechtkomt. Ja, heel goed. Nou, leuk. Uh, dan uh, toch weer even terug, want dit was van nu dan. Uh, nog even terug. Uh, hoe zit het met Alexander na de basisschool, de lagere school in jouw periode nog? Wat gaat hij doen? Alexander uh, is zwaar dyslectisch ja. en uh, wij hadden een meneer van een berg op de lagere school, de Kiewitschool in, uh, in Wassenaar. En die zei tegen mijn ouders, ach ja, het jongetje is stom en uh, daar moet je maar mee leren leven. Gelukkig waren mijn ouders zo dat ze zeiden, van, nou daar willen we dan toch nog wel eens naar gekeken hebben. En er was toen een uh, mevrouw Anneke Bulthuis de Veer, ik weet niet ja. je Peter Duivenstein ja. ooit hier hebt. Ja. Wij hebben dezelfde remedial teacher gehad, een mevrouw die ons uit het moeras getrokken heeft en uh, Goed, geleerd heeft ja. dat, uh, uh, een, een, noem het maar een taalstoornis, dat je daar uh, uiteindelijk mee kunt leren leven. Ben je er ook, uh, is, het, is het verbeterd in de loop van de tijd? Nee, maar ik heb ermee kunnen leren leven. Ja, ben, en een ja. van de hinderlijke dingen is... ik kan geen foutloze brief uh, schrijven. Uh, met de tegenwoordige computer lukt er een heleboel wel... maar het is altijd uh, handig om even toch nog... Een hele belangrijke brieven even na te laten kijken. Ja. En waar ik altijd wel mag glimlachen... is ik heb een, een vreselijk handschrift... maar in een lesmethode van deze mevrouw Anneke Bulthuis de Vier... Uh, prijkt mijn handschrift als uh, het stereotype handschrift voor een dyslect... hoe die uh, nou, niet uit zijn uh, schrijven kan komen. Zat het in jouw familie ook, of niet? Nee, ik ben, uh, ineens. Ja, ik ben ja. de enige van de, mijn bro twee broers hebben dat ook niet. Nee. Nee. En, en, en toch nog even hierover, want het, het boeiende is natuurlijk... dat het jou nooit belet heeft om te worden wie je bent. Het is dus een handicap, dat wel. Ja. Uh, je hebt een, een opvang gehad die ervoor gezorgd heeft dat je... Daarmee leert leven. Heeft het je belemmerd om een studie te doen? Uh, om de studie af te maken. Ja? Ik heb uiteindelijk uh, um, drie keer eindexamen gedaan. Twee keer op een gewone school en één keer op het fameuze instituut Blankenstein ja? in Utrecht. Ja. Maar het voordeel daar was, ik heb daar staatsexamen gedaan en ja. uiteindelijk, ik geloof met een acht gemiddeld, omdat daar een heleboel mondeling kon. Ja. En uh, als je dyslectisch, ja. dyslectisch bent, is mondeling uh, dingen ja. doen, is uh, geweldig. Ja. He, heb je een vaste vertrouweling die jouw brief leest? Als je, ja, uh, yeah? of Frederik of uh, nou, af en toe iemand anders die ja. dat even uh, uh, nakijkt. Ja. En... Um, ik heb mijn studie niet afgemaakt vooral omdat ik ben blijven hangen op het schrijven van inscriptie. Ja. Schrijven is gewoon uh, ja. niet mijn ding. Ik snap het. Um, nou, je, je bent dan uh, op een gegeven moment, ja, dan, dan ga je dus de wereld in je studeren. Uh, was er niet bij? Wat gebeurt er dan? Ja, ik ben in Leiden gaan studeren. Ja, wat dan? Rechten. Kijk, dat bedoel ik. Uh. <laughs> En, en, en hoe ver ben je daarmee geweest? Nee, dus ik, tot mijn scriptie. Dus ik tot heb, je scriptie, tot, ja. Okay. Uh, ik heb alles afgerond, praktische methoden en technieken en de hele reutemeteut. Ja. Maar toen... Uh, de scriptie was uh, en, net iets en, te veel. En, en toen was het over? Ja. En toen, wat gebeurde er toen? Ik ben al tijdens mijn studie uh, gaan werken als PM'er. Dat is persoonlijk medewerker van een lid van de Tweede Kamer. Ja. En uh, dat was best lastig omdat een heleboel mensen mij niet wilden. Omdat ze dachten dat wat ik... Daar hoorde dat dat meteen aan mijn vader overgebriefd oh, uh, werd. Oh, dat speelde. Ja. Dat speelde. En uh, ik ben gaan werken voor Annelien Capijnen van de Copello, Die ja. woonde op het gerecht. Ja. En die had zoiets van, uh, als wij met elkaar afspreken dat wat uh, tussen ons moet blijven, tussen ons blijft. Dan heb ik er alle vertrouwen in. Je ja. bent een nette jongen ja. dat dat uh, gebeurt. Ja. En dus toen heb ik een hele tijd voor Annelien uh, gewerkt. En daarna toen die uh, het kabinet in... Uh, Verdween, die werd staatssecretaris voor sociale ja. zaken en emancipatie, ben ik voor Hans Dijkstal gaan werken. Kijk, ah. En die zijn er beide niet meer? Nee, nee. Nee, die worden zeer betreurd natuurlijk. Ja, Dijkstal, Dijkstal is natuurlijk ook om, bij een heleboel mensen ongetwijfeld ook nu nog wel bekend door die befaamde televisieuitzending met Melkert. Ja. En, en uh, Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn, ja. Niet zijn meest glorieuze nee. televisieoptreden, maar daar was hij, was hij zelf ook van overtuigd. Maar ik moest er ook wel een beetje om lachen eerlijk gezegd, ja, want het nee. is nu wel afgelopen zeker, dacht hij. Ja. Ja. En een befaamd saxofonist, hè? Ja. 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 Doe jij al muziek? Nee, dat is mij niet met de paplepel ingegoten. Oh, en ook, niemand ook, ook... thuis? Niemand, nee. Oh. Nee, nou, dat is een niet... gemis in de opvoeding. Oké, okay, oké. Okay. Ook niet luisteren en zo? Luisteren wel, ja, maar muziek spelen. maken. Uh, nee. 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 Jouw broers. Uh, jij, je vertelde, je hebt twee broers. Uh, maar ik moet zeggen, je hebt twee broers gehad. Ja. Want die zijn allebei twee overleden. Ze zijn allebei overleden. Jong overleden, denk ik. Hè? Ja, ja. Ik, die heb ik nu ruim overleefd. Ruim overleefd. Ja. Bijna. dus ja. De, de ene was uh, in 2000 en de andere in 2002 overleden. Dus ja. die. Uh, je bent de laatste. Ik, ja, dus, uit, uit nou, ja, stam? Ja, nou ja, met jouw met, met mijn kinderen. Mijn vader was enigszins kind en ik ben nu ook uh, ja. de enige overgebleven. Ja. Uh, dan, na, na de Tweede Kamer, dan longt de politiek in Leiden. Is het dan Eigenlijk het al tijdens uh, de Tweede Kamer, want ik deed het persoonlijk medewerkerschap met het gemeenteraadslidmaatschap. Ja. Ik, ik, ik zag dat je vanaf 1986 in de Raad hebt gezeten. Ja. Maar ik, ik ben daarvoor in 1980 uh, fractieassistent uh, yeah. van de VVD-fractie in de gemeenteraad geworden. En uh, moest daar tegen mijn gewoonte in heel veel uh, verslagen maken. En <laughs> zorgen dat alles wat iedereen vond ook netjes aan papier toevertrouwd werd. Dus yeah. dat was niet mijn grootste hobby. En ik vond na uh, zo'n lange periode als fractieassistent uh, dat het goed was om. Uh, ook zelf is te proberen in de gemeenteraad yeah. te zitten. En zoals dat dan gaat, dan zijn er een aantal mensen die zeggen... nee, als de kandidaatstelling komt... dan uh, zullen we wel zorgen dat je op een acceptabele plek uh, staat. Maar die uh, gaven allemaal op dat moment uh, niet thuis. Yeah. En ik zakte uh, op de lijst. En ik stond uiteindelijk niet uh, echt verkiesbaar. En toen dacht ik van, weet je wat... Uh, ik begin een voorstemmenactie... Uh, en als student moet je natuurlijk beperkte middelen. Dus ik ben naar de firma Bruinzeel geweest. om te kijken wat het goedkoopste potlood was. wat je kon laten maken. Ja. En dat waren halve potloodjes. Ja. En daar paste precies op. Uh, stem VVD uh, lijst 3 plaats 10 geloof ik. En dat was jij. En dat was ik. En dat is ook uh, gelukt. Dat is gelukt. Ja. Daar was degene die uh, ik uit de raad hield. Ja. niet helemaal blij mee. Maar ja, dat. Uh, had dat je de meeste helemaal. stemmen in, uh, van de VVD? Ik ben toen wel met voorkeursstemmen verkozen. Ja. ja. E, ja dat is, en dat betekent ook dat je er meer had dan de lijsttrekker? Nee nee, 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 nee. Zo was het niet. Maar ik nee. had uh, wel behoorlijk onder de student in Leiden geworven. Ja. 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 Mooi. Nou ja, dat mag. Dat dus vind toch, ik ook. Ja. Dat is het maar risico het, van de, het vak. Niet iedereen was blij. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar niet te min, je hebt het uitgehouden. Want je bent tot 2006 in de in de in de politiek geweest, dat wil zeggen in de, in de raad geweest. En dan heb ik het ook nog even uh, over jouw wethouderschap. Dat was nog in de tijd dat je wethouder was vanuit de raad, hè? Nee, ik, ik ben vanuit het dualisme. Dus ik ben moest, je van dualisme? Ik, moest, okay. ik was uh, genoodzaam. Dan... Ik ben in 2002 tot 2006. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dus als ik, ik moest zeg, de raad uit. Je moest de raad uit, ja. 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 Hoe, is je, uh, hoe, hoe, kijk, hoe kijk je terug op die periode? Ontzettend met name het wethouderschap. Ontzettend leuk werk. Ja. Um, wat ik wel ervaar is dat het uh, uh, stroperig is. En dat er heel veel dingen veel te lang duren. En dat je met beleid bezig bent uh, wat niet loskomt. En dat je nou, als je 10, 15 jaar verder bent... denkt van, hé, hey, zijn ze daar nog steeds mee bezig? Ja, en dat, ja, ja. Uh, ja. Is dat nog steeds niet klaar? En zelfs in de tijd dat ik wethouder was heb ik, herinner ik mij, dat was een van de ergste dingen... de restauratie van um, het uh, winkelcentrum aan de Meilaan ja. wat, ik geloof, 34 jaar uh, geduurd had voordat dat kon. En dan denk je, jongens, dat, zijn ja. toch, dat is heel erg. Dat, dat, dat zo is, is een doorlooptijd. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Maar als je erop terugkijkt, wat is jouw... Uh, wij, wij zeggen thuis altijd, wat is jouw hoge pitje? Waar kijk je met goud genoeg op terug? De, ik denk, de, ik had economische zaken en monumentenzorg. Ja. En dat dat beide dingen zijn. Uh, we hebben vanuit monumentenzorg uh, geholpen om de Pieterskerk uh, overeind te houden. Alexander Pechtels zat toen inmiddels ook uh, in hogere regionen. En heeft daar ook geholpen om te zorgen dat er was een kanjerregeling. Ja. Ja. En dat er vanuit die kanjerregeling uh, geld naar de kerk kwam. En wat ik ontzettend leuk vond uh, was om. In de rest van de wereld uh, het Bioscience Park te mogen verkopen. Yeah. En mijn voorganger Jos Vaze Dubbelboer, yeah. die heeft uh, de gedachte gehad van het Bioscience Park. En ik vond het ontzettend mooi. Zo lang, zo lang geleden al. Vier, dus. 84. Dat dat uiteindelijk tot wasdom is gekomen. Ja, dat is een groot succes ja. Ja, nou Alexander, dan, en dan stopt de gemeenteraad, dan stopt de politiek. En wat gaat Alexander dan doen? Um, ik heb een hele tijd... Ik zal je helpen, want uh, nou, misschien is dat een opstapje, want ik vond het wel een mooie omschrijving. Er stond op jouw LinkedIn-account... Uh, Independent Government Relations Professional... <laughs> Dat krijg je dan. Ik heb wel eens wat advieswerk gedaan. Ja. En ik uh, heb ergens. Uh, daar heb je mij nu ook vreed gestoord. Uh, want ik kom nu net uit het fantastische dorp Vaassen. Ja. Daar heb ik een uh, stuk bos. Ja. En ik ben uh, als uh, doe-het-zelver in uh, bosonderhoud terechtgekomen. Ja. En vanuit die uh, hoofden. Uh, ben ik gaan kijken van goh, doe ik dat een beetje handig en doe ik goed wat er gedaan moet worden. En ben uh, bij de Bosgroep Midden-Nederland terechtgekomen. En daar ben ik uiteindelijk uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bosgroep Midden-Nederland geweest. En ja. wij zijn een uh, private onderneming die uh, mensen in dienst heeft met kennis en kunde. Die zeg maar, staatsbosbeheer en natuurmonumenten en grote particuliere eigenaren ja. niet in dienst kunnen hebben. En wij uh, venten dat uit en helpen mensen met bosonderhoud. Ja. En daar heb ik mij tot uh, vorig jaar mee bezig gehouden. Ja. Dat, dat noem je eigenlijk dan je werkzaamheid. Ja. 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 Uh, waar, 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 in mijn vertaling dat betekent dat je daar een inkomen uit hebt. Ja. Nou, kom jij niet uit een geheel armoedige zin, waar, om het maar zo te zeggen. Dus je kunt je ook veroorloven om veel vrije tijd te hebben. Uh, als ik tenminste kijk wat je gedaan hebt. Want, of doet. Want ik zeg hebt, maar je doet. doet. Ik heb zo even een lijstje gemaakt en ik ga natuurlijk vragen wat het allemaal is. Ik je bent, luister. Je bent voorzitter van de VECOVAP. Wat is dat? Ja, wij noemen dat tegenwoordig vastgoed binnenstad Leiden, omdat niemand wist wat VECOVAP betekent. Oké, okay. dat zijn dus... Vastgoed vastgoedeigenaar en ik ben daar onafhankelijk uh, voorzitter. Uh, die belangen hebben in de binnenstad van Leiden en die graag met het gemeentebestuur praten over uh, ja. wat goed is voor de stad en uh, voor onroerend on 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 eigenaar. Je bent ook voorzitter van de Leidse schooltuin. Ik weet dat dat een zekere voorliefde van jou heeft. Daar heb ik een fotootje van. Kijk, daar sta je. Ja. Met een school De Vogels en je bent hier bezig... Uh, Actief ook. Ja, wat wil je met een... Als je een je monster je... bent, kan je een tuin ook doen Precies, natuurlijk. Precies. Maar als ja. je heel goed kijkt, uh, zie je uh, linksboven de rug van uh, wethouder Paul Dirksen. Ja? En dit is uh, het meest fantastische onderdeel van onze operatie. Namelijk ergens in april het zogeheten paadje strappen. En daar uh, nodigen wij altijd een houten methode voor uit. Die op die manier het schooltuinseizoen opent. Prima. Uh, Daar da, da ben je voorzitter van. Je bent ook voorzitter van de commissie geveltekens bij de, de Historische Vereniging Oud-Leiden. Daar doe je ook nog even erbij. Die onderzoekt uh, gevels en uithangtekens. Je bent ook voorzitter, dat is veel zwaarder werk denk ik, van Monumentendag Leiden. Ja. Monumentendagen, ja. Dat, is een, ja, dat is een fantastische grote gebeurtenis in Leiden. met tienduizenden bezoekers. En dat leid jij samen met een grote groep. Daar heb ik een, twee fotootjes van. Eén, kijk je hier naar uh, een, een tekening bij het Schachtenhof. Het Schachterhof is een prachtig hof in Leiden. En ik wil je niet onthouden deze foto, waarbij je bij gelegenheid van. Uh, van Open Monumentendagen. Van open monumentendagen uh, jezelf ook nog even omtoverde tot uh, Napoleon ja, die ja. Leiden bezocht. Het is wel een leuke foto, moet ik het zeggen. Is, uh... Maar hoe oud ben je hier? Is het lang geleden, bedoel ik? Dit zal, ik geloof... Voor ouds Napoleon, uh, wou ik zeggen. Ja, eigenlijk. die was op leeftijd. Nee, dit, dit zal in 2014 uh, nou, of 2015 zijn dat is geweest. Dat een leuke foto. Ja, dus het bezoek aan het Rapenburg 48. Ja, ja, ja. en uh, het was volgens mij een jubileumjaar van uh, OMD. En die wilden wat extra doen. En die hadden bedacht dat uh, het toen... Uh, ik geloof, uh, 200 jaar geleden was dat de. Uh, wat was het? De keizer het uh, bezocht. Het, het huis ja. van de burgemeester bezocht. Ik, 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 ik ga even door naar. Uh, door al jouw functies, want dat doe je er allemaal. Je bent nog voorzitter van Stichting Mooi materlo, Je bent bestuurslid van de Vrienden van de Lakenhal. bestuurslid van het Centrum Management. Je bent ook nog voorzitter van de Vrienden van het Singelpark. En dat is een. Van alle dingen zijn dat twee hele grote dingen, de Monumentenzorg en het Singelpark. Voorwaar niet een, een, een kleine aangelegenheid in Leiden, wat al heel lang in de pen zat, in het idee zat en het is nu gerealiseerd. Ik heb daar een filmpje over, even deze. Nu is het Blekerspark nog één grote moddervlakte waar de oude glijbanen nog herinneren aan hoe het ooit was. Maar vanaf mei moet hier een vrij park zijn met veel Japanse invloeden. En deze zomer zullen ook de meeste bruggen af zijn die de verschillende parken met elkaar verbinden. Het Singelpark is een uh, rondje van uh, 6,7, 6,9 kilometer rond de Singel van Leiden. En je kunt aan de binnenkant en de buitenkant uh, rondlopen. En het idee is om de groenstructuur die er langs de randen was... om die uh, te upgraden, te verbeteren en te zorgen dat daar een mooi uh, verblijfsklimaat is voor de bewoners die er zijn. Uh, in kunnen wandelen, maar ook voor mensen die een, een wandelingetje willen maken. of die uh, eens even willen recreëren. dat ze dat in een mooi stukje van Leiden kunnen doen. Als het Singlepark echt af is, heeft Leiden het langste stadspark van Nederland. Bijzonder daarbij is dat inwoners van Leiden mee hebben gedacht over de inrichting van de parken. en ook een rol zullen gaan spelen bij het onderhoud ervan. Ja, Alexander, dit is, hier sta je uit te leggen. wat er allemaal gebeurt met, met dat, dat Singlepark en wat de bedoeling is. Het is een groot succes geworden. Ik heb nog een foto van jou met het bestuur wat er nu zit, denk ik. Ja. Uh, dit zijn de mensen die dus, ja, van de vrienden van het Singelpark, die een grote stem hebben in wat er allemaal gebeurt met, uh, met het Singelpark. Uh, heb ik mij nou goed laten voorlichten dat het al een heel oud idee was dat Jeroen Maters dat nieuw leven heeft uh, ingeblazen? Want ik heb wel eens gehoord dat misschien onder Van Rijder afspraken was. Er zijn uh, vele geestelijke vaders, vaders ja, ja. Uh, en moeders van het Singelpark. Ja. Maar wij hanteren toch altijd uh, Jeroen Maters als uh, echte. Actor intellectualis. Ja. En uh, Jeroen is daar ook niet voor niets uh, vorig jaar uh, december oh, voor koninklijk onderscheiden. Heeft een hoge onderscheiding gekregen. Omdat hij ook uh, vooral in het begin heel erg getrokken heeft aan deze gedachten. Ja. Om eigenlijk iets wat er al lag, om dat weer behoorlijk toegankelijk uh, te maken. En die gedachten ook uh, bij iedereen uh, binnen te laten dalen. En ik dank u voor uw aandacht, dames en heren, voor deze zondag. En de volgende keer is uh, bij Tom uh, te gast, en dan moet ik even spieken, uh, Jan Jaap de Haan. Wie anders? Dankjewel, Alexander.